Ik ben Klaas Wietsma, 21 jaar jong. Op het moment nog student aan het Verhaal Warenstein in Leeuwarden. We zijn hier vandaag in Austerhoule. Bedrijven, ons thuisbedrijf telt een 260 stuks dieren, waarvan 145 melkkoeien zijn. Mijn vader geeft me al heel veel ruimte om mee te beslissen op het bedrijf. En dat is met name over de financiële strategie. Op vakrijbeslissen geeft mijn vader al alle ruimte. Aangezien hij ook in de gaten heeft dat ik daar heel veel passie en beleving bij heb en heel veel plezier ook uithaal. Wat ik zo leuk vind aan vakkerijen is de koeien, dat vind ik fantastische dieren. En ik zie gewoon heel veel functionaliteit in het exterieur. De vakkerij, dat triggert mij om een hele goede koe op stal te krijgen. Dus ik vind het mooi als een koe gemakkelijk en goed produceert en daarbij ook nog een mooi exterieur heeft. Daar kan ik enorm van genieten. De toekomst van een melkveehouderij zie ik rooskleurig. Ik vind dat de consument steeds meer meekijkt op het bedrijf van de veehouders. Dus ook deels terecht. Uiteindelijk zijn hun toch degene die onze producten moeten consumeren. De politiek speelt daarbij ook een belangrijke invloed. En ik denk dat in de toekomst dat alleen nog maar meer zal zijn. Ik denk dat de melkveehouderij goed moet uitleggen aan de consument waar ze mee bezig zijn. Met veel passie en beleving vertellen waarom je iets doet. Dat mensen ook weer begrip krijgen over waarom het belangrijk is voor de veehouder. De veehouder heeft er altijd belang bij dat het dier gezond is. Het is gewoon belangrijk om de consument weer dichter bij de boer te krijgen. Ik ga in de toekomst ons bedrijf, vooral de bedrijfsvoering, meer optimaliseren op het gebied van huisvesting, op het gebied van genetica, op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en op het gebied van arbeidsefficiëntie. Ik ga daarvoor ook in gesprek met de buren, met de consumenten, om met z'n allen mee te denken op onze bedrijven, om zo uiteindelijk nog beter voor de dieren te krijgen, zonder dat het financiële resultaat zal drukken. Ik ben niet degene die beslist wie de Young Herd Manager of de Year gaat worden, maar ik denk wel dat ik een hele goede kans maak. Ik sta nog in kinderschoenen wat gaat met de bedrijfsvoering. Maar ik heb wel een enorme duidelijke visie en daarbij wil ik ook de burger betrekken om mee te denken op ons bedrijf en zo het beste voor dieren te kunnen verzorgen. Wat maakt dat iedereen op mij moet stemmen? Ik ben gewoon een leuke jongen.